Hier zijn we op de Oude Quaremond op 46 kilometer van de streep. Het is de zevende van in totaal 9 hellingen en aan de leiding rijdt Eddy Plankaert die een bijzonder sterke indruk maakt. Op 3 hellingen was er vandaag 50.000 frank te verdienen. Plankaert is meteen 150.000 frank rijker. De enige die Plankaert kan volgen is een vroegere ploegmaat Ludo de Keulenaar, die de ontsnapping op gang heeft gebracht. Philippe Cassado en Mario Kummer zijn eraf gereden. Maar het is nog ver, er is veel wind en er is vooral veel en sterk volkopkomst. Plankaert en de Keulenaar worden gegrepen door een vrij grote groep, maar na de Kluisberg hebben we 16 leiders. John Tale hier, Eddy Plankaert, Etienne de Wilde, Erik van der Aarde, Martial Gaillan, Carlo Beaumans, Jan van Kamp, Søren Lillold, Mark Sergeant, Giuseppe Calcaterra en Maurizio Fondriest, ook Nijdam en Steve Bauer zijn erbij. Maar alles komt weer samen en van dan af wordt er voortdurend gedemareerd. Hier probeert Rick van Slijken het voor de tweede keer. Hij is de enige die meer dan 100 meter neemt. Rick van Slijken, een renner die nooit rekent, maar altijd gaat. Toch houdt Van Slijken het niet tegen de wind. Jelle Nijdam rijdt het gat dicht met in zijn wiel Jeff Liekes. Daar komen die twee, Jelle Nijdam en Jeff Liekes. Nog 10 andere renners sluiten aan en op 13 kilometer van de streep hebben we 13 leiders. Hier Jeff Liekes, Søren Lillold, Pascal Ducrot, Van Slijken, Jean-Marie Wampers, Valerio Tebaldi, Wilfried Peters, Duclos Lassalle, Redant en Adrie Van der Poel en Rossioli. Nog 5 kilometer, één van deze 13 gaat de E3-prijs winnen. Søren Lillold probeert het van de kop af met de grote versnelling en kijken wat achter Lillold gebeurt. Peters, ploegmaat van Lillold, blijft zitten. Van Slijken ook uiteraard, de rest aarzelt en Lillold heeft meteen 100 meter. Dat blijkt voldoende, want Lillold valt niet meer stil. Søren Lillold, de Deen, is pas 24 en geldt als een groot talent. Aankomst dus voor Søren Lillold. De winnaar van deze E3-prijs. De tweede plaats is voor Fabio Rossioli, de Italiaan. En dan wordt er gespurt voor de derde plaats. Adrie van der Poel links wint het voor Jelle Nijdam. Wilfried Peters is vijfde. Søren Lillold, een Vlaamse Deen, wint de E3-prijs. Aan de laatste 20 kilometer had ik heel goede benen. En ik had met Rick gesproken op aan de laatste kilometer dat ik hier met op 5 kilometer had ik de kans voor te proberen en ik heb de kans gepakt en dat was goed, hè. Vluchter van de dag. Hij is na 30 kilometer uit het peloton ontsnapt en neemt tot 11 minuten voorsprong. Maar na een solo van 120 kilometer wordt hij ingehaald en achtergelaten door een viertal. Op kop de Italiaan Franco Ballerini, vorig jaar winnaar van Parijs-Brussel, dan de Nederlander Nico Verhoeven en de Belgen Peter Farazijn en Benjamin van Itterbeek. De vier krijgen even later het gezelschap van Mark Sergeant, die op zijn eentje vanuit het peloton naar de kopgroep rijdt. Sergeant krijgt nog een lekke band, maar hij kan terugkeren in de kopgroep. Ballerini doet het meeste werk bij de leiders. De Italiaan voelt zich goed op de Vlaamse bergjes en kasseien. Op de laatste 3 hellingen zijn er premies van 50.000 frank. Hier op de Kluisberg komt Verhoeven als eerste boven, net zoals op de Oude Quaremond. Op die Kluisberg komt er ook reactie uit het peloton. Criquelion, Plankaert, Vermoten en wereldkampioen Rudy Danes ontsnappen. Het is de eerste keer dat we Danes voorin zien dit jaar. De vier worden weer gepakt door het peloton en ook de kopgroep, die nooit meer dan 1 minuut voorsprong heeft, wordt ingelopen op 10 kilometer van de aankomst.
Het einde van Ballerini, Sergeant, Vermoten, Van Niederbeek en Farazijn. De groep van meer dan 70 renners blijft dan samen tot de laatste kilometer. En dan gaat één man heel hard weg. Het is de Australiër Phil Anderson. Anderson heeft won al 5 wedstrijden dit seizoen. Maar Anderson blijft niet alleen. Daar komt nog iemand. Het is de Duitser Olaf Ludwig die op een indrukwekkende manier naar Anderson toerijdt. Olaf Ludwig, de groene trui, de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Ludwig en Anderson sprinten voor de overwinning. Het wordt een makkie voor Olaf Ludwig. Olaf Ludwig, heel mooi eerste. Phil Anderson tweede. Achter hen wordt fel gespurt. Uwe Raap wordt derde. Erik van der Aarde vierde. En Hendrik Redant vijfde. We kijken nog eens naar die spurt en dan zien we hoe Van der Aarde Redant probeert weg te duwen. Dat mag niet en Van der Aarde wordt gedisqualificeerd wegens onregelmatig spurten. En zo krijgen we deze eerste 10. Olaf Ludwig wint, Phil Anderson is tweede, de Duitser Uwe Raap op 1 seconde derde, Hendrik Redant vierde, Woest uit Duitsland is vijfde, Stumpf, nog een Duitser, zesde, Eddy Plankaert is zevende, Cipollini uit Italië achtste, de Nederlander Eddy Schuurer is negende en Wilfried Nelissen tiende. Een peloton maakt op zo'n 50 kilometer van de aankomstjacht op 2 solovluchters. De Nederlander Michel Cornelissen en de Italiaanse renner die helemaal vooraan rijdt, Marco Lietti, een ploegmaat van Moreno Argentin. De voorsprong van de twee krimpt snel als de groep begint door te rijden. Hier op de Oude Quaremont, de zesde van de 8 hellingen, daar voeren Johan Museeuw en de Nederlander Nico Verhoeven de forsing. Cornelissen en Lietti worden elk van hen ingelopen en er komen geen nieuwe ontsnappers. Voor Mario Cipollini, de snelle Italiaan uit de ploeg van Roger de Vlaming, mag dat zo blijven. Ook op de laatste twee heuvels en op de kasseien van de Varenstraat geraakt niemand weg. Wel rijden er enkele renners lek. De Nederlander Wiebren Veenstra is er eentje van. Op 800 meter van de streep probeert Jelle Nijdam zijn klassieke ultieme jump te plaatsen. Maar hij heeft vandaag macht tekort. In de massasprint stormt Johan Museeuw rechts in de wereld naar voren. Links van hem Van der Aarde, rechts van hem Veenstra. Maar ze geraken niet verder van zijn achterwiel. Museeuw wint de E3-prijs voor de Nederlander Veenstra en Erik van der Aarde. Museeuw liet zich niet verrassen door Jelle Nijdam. Ja, dat is ideaal voor mij. Ik was goed gelanceerd en ik zat dan in derde positie. Toen dacht ik al, als Nijdam nu stijl van, dan zal ik er niet ver van zijn. En het kwam goed uit. Stralend lenteweer kan de wielerprofs in de eerste wedstrijdhelft maar matig inspireren. Weinig of geen aanvallen, laat staan een poging daartoe. Nee, liever tijd maken voor een rustige babbel. Dirk de Wolf terug van weg geweest in gesprek met Johan Museeuw, vorig jaar primus in Haarlembeke. Museeuw die vorige woensdag nog dwars door België won. Dit is Museeuws ploegmaat Franco Ballerini, best een minzame jongen, maar woensdag toch goed voor een verrassende ontknoping. Het derde speerpunt in de ploeg Lefevre is Mario Cipollini, de snelste van allen en voorlopig goed voor 5 zegens, dit seizoen uiteraard. Wie Cipollini zegt, denkt ook aan Abdou Chaparov. Gent-Wevelgem is niet zo ver af, tijd voor Abdou om van de Vlaamse sfeer te snuiven.
Olaf Ludwig wordt volgende maand 33. In vorm geraken duurt wat langer. Ludwig, 2 jaar geleden nog winnaar in Haarlembeke, moet voorlopig tevreden zijn met 1 zege. En ook deze man willen we u niet onthouden. Moreno Argentin. Voor het seizoen zei Argentin nog liever de Ronde van Vlaanderen dan Milaan Sanremo. Afspraak met Argentin dus morgen over 8 dagen. Het duurt zo'n 50 kilometer vooraleer we een eerste echte aanval zien. De Italiaan Roscioli en de Rus Onchenkov gaan eerst. Wat verderop komt Jan Koerts aansluiten. U hoort het, niet echt de grote namen. 3 leiders dus, en die 3 worden er 5. Als ook Peter van Petegem, ex-kampioen van België bij de amateurs, en Gianvito Martinelli vooraan postvatten. Maar lang duurt het allemaal niet. Zowat 10 kilometer verderop worden de 5 gegrepen. Roscioli wil graag nog even alleen, maar ook hij is er snel aan voor de moeite. Dan toch wat opwinding als in Burst na 78 kilometer de overweg gesloten is. De officials hebben alle moeite van de wereld om de heren renners van de rails te houden. Maar lang duurt het allemaal niet. En een kleine minuut later trekt de wolf de molen weer op gang. We zijn 90 kilometer ver en weer zo'n onbekende die graag het beeld opzoekt. De Zwitser Daniel Hirs, die hier in Smeerhebben Vloerschem het gezelschap krijgt van Italiaan Criscione. Hirs moet snel uit de wielen, Criscione alleen, maar als op de Eikenberg de Squadra Museo op volle toeren begint te draaien, smelt Criscione's voorsprong van 2 minuten als sneeuw voor de zon. Wilfried Peters kent net als vorige woensdag een bijzonder goede dag. Hij sleurt het peloton snel dichterbij. Criscione wordt weer gegrepen. Lietti en Museo zijn de eerste, de rest volgt. Marco Lietti, 2 jaar geleden in Gap winnaar van een toerrit, zet door. Wilfried Peters is mee. De 2 nemen snel 1 minuut. Op de Kruisberg op 55 kilometer van de streep is duidelijk dat Peters vooraan de sterke man is. Maar om alleen te gaan is het nog ver, veel te ver. Lietti komt terug en na de oude Quaremont op ruim 45 kilometer van de finish komen er nog 5 opdagen. Andrea Peron, André Schmil, Marc Sergeant, Sammy Moyels en Peter de Klerk. 7 leiders. Op de Kluisberg op 40 kilometer van de streep zijn het er nog 4. De Klerk, Peters en Lietti worden opgeslorpt door het peloton. Schmil, Sergeant, Moyels en Peron gaan door. Op de kasseien in Kaster hebben ze een dikke minuut voorsprong. En dan komt er een belangrijk moment in de wedstrijd. Schmil rijdt vooraan lek en krijgt de opdracht op het peloton te wachten. De mannen van Museo denken van dat ogenblik af alleen nog aan een spurtzege van Cipollini. Met z'n allen, zonder uitzondering, gaan ze het tempo maken, indrukwekkend en vooral efficiënt. Op 5 kilometer van het einde worden Sergeant Moreels en de Italiaanse neoprof Andrea Peron gegrepen. Museo en Co. krijgen hun zin, de sprint komt er en de man die moet winnen, zal ook winnen. De laatste meters van Cipollini zijn weer indrukwekkend, daar maakt hij het verschil. Olaf Ludwig is 2e, Nijdam 3e, Van der Aarde wordt 4e en 1e Belg, Zanoli 5e en Baffi 6e. Een 6e zegen voor Cipollini en ook nu lag het spurtscenario duidelijk vast. Come tutte le altre volte, ho avuto Ballerini e Museo che hanno fatto l'ultimo chilometro, io poi avevo perso negli ultimi 300 metri la ruota di Museo, sono riuscito a venire fuori e vincere. We beginnen de beklimming van de Oude Quaremont met een kopgroep van 8 renners. De Italianen hebben daarin het overwicht met Bartoli, Petito, Baldato en Ballerini. Voort zien we de Belgen Willems en Plankaert, de Nederlander Verhoeven en de Mondaviër Schmil. Samen hebben ze een voorsprong van meer dan 30 seconden op het peloton. Tijdens de beklimming van de Quaremont gaan Museo, Peters, Boman, Sergeant, Jekimov, Martinello en Cipollini met z'n 7 op zoek naar de leiders. Hun voorsprong op het peloton wordt echter nooit groter dan een goede 100 meter en in de afdaling worden ze opnieuw gegrepen. In de kopgroep van 8 wordt goed samengewerkt. Aan de voet van de Kluisberg hebben de leiders nog steeds meer dan 30 seconden voorsprong. In het peloton mag er nu niet langer getwijfeld worden. Het zijn vooral de renners van de ploegen Haas en Capio die het werk opknappen en dat loont. Het peloton knaagt de seconden achterstand weg.
Aan de voet van de Tiegenberg krijgen we dan de hergroepering. En dat betekent de start van een nerveuze finale met verschillende ontsnappingspogingen. Op 9 kilometer van het einde plaatst Jekimov de beslissende demarrage. Alleen weg, wind op kop. De anderen reageren niet onmiddellijk, maar de Moldaviër Schmil doet dat wel. Hij komt bij Jekimov en gaat hem ook meteen achter zich laten. En zo gaat Schmil op weg naar zijn overwinning in de E3-prijs. Hij kijkt nog even achterom, maar weet dat de buit binnen is. Jekimov blijft gelukkig nog uit de greep van het peloton en rijdt als tweede over de meet. En even later wordt de spurt van het peloton gewonnen door Martinello voor Museo Bortolani en Plankaert. Plankaert telkens mee met de goede ontsnapping, behalve in de finale. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Hè, ja. Je hebt al 40, 50 kilometer voorop gereden bij die 8 man. En daarna Jekimov springt weg en dan moet je kiezen. Hè, ja. Ik ben ook een klein beetje rap en een beetje te veel gekozen feitelijk, want Jekimov hebben we niet meer gepakt. Maar de verstandhouder was niet 100% achter ons, want we zaten met Michel en al. En het was niemand die bereid was voor te werken en daardoor zijn die mannen voorop gebleven. Ja. Kort na de start vormde zich in 3 keer een kopgroep van 11, 3 Belgen, sergeant, Boermans en Van Nabele, en de buitenlanders Sarikari, Gonchenko, Sproeg, Holm, Calcaterra, Bauer, Magna en Konischev. Die liepen gestaag weg van het peloton, een verschil van meer dan 5 minuten. Maar na 90 kilometer negeerden de buitenlanders een gesloten overweg, ze werden meteen uit de wedstrijd genomen. Zo bleven enkel nog de 3 landgenoten voorin, en even later nog 2, want Van Nabele moest eraf. Op de oude Quaremont zien we de 2 Carlo Bomans aan de kop en Marc Sergeant in het wiel. Hun voorsprong verkleint zien de ogen en zo worden ze bijgehaald door het trio Museo van Driest Shinto. Een aanval van Museo op de Kluisberg gooit Bomans en Sergeant overboord. 3 leiders nog, Museo van Driest en Shinto, een mooi triootje. Het ging goed vooraan, alleen Cinturini niet mee. Dat was wel spijtig, had hij meegereden, dan hangen we waarschijnlijk voorop gebleven. Maar dat is iemand van de ploeg van vorig jaar, van Ferretti, dus misschien gunde hij dat mij niet. Shinto die niet meewerkt en de Lotto's die de achtervolging ter harte nemen met Marc Sergeant en Mario de Klerk. De hergroepering zat eraan te komen en hier is het zover. We gaan met een kleine 30 man naar de laatste 10 kilometer. En dan een aanval van Bart Leijzen. Na Bomans, Museum, nu de 3e musketier van Patrick Lefebvre. Bart Leijzen, een helper die plotseling op het voorplan komt. Ik had liever gehad dat ze voorop gebleven waren. Johan had ook een serieuze kans om te winnen. Hij reed vandaag ook heel sterk weer, zoals woensdag. Ja. Patrick heeft direct gezegd, zo gauw ze gepakt worden, vliegt er maar in. En hij vloog erin, want bevel is bevel. Leijzen reed bijzonder sterk, zonder een teken van verzwakking. Lefebvre tevreden, want Leijzen was zijn keuze. Iedereen had kritiek op die aanwerving, of bijna kritiek. En er zijn van, wat zie jij toch in Leijzen? Maar als een amateur kan hij redden en dan kan hij naar deze pijl winnen. En de jongen heeft nog geen zotte dingen gedaan. Dan kan hij toch niet einde zijn krachten zijn. En ten einde krachten was hij zeker niet. De 26-jarige Bart Leijzen wint dus deze E3-prijs. Het is de mooiste overwinning uit zijn ruim 4-jarige profcarrière. Een verrassende zege, maar zeker geen onverdiende. Bart Leijzen was vandaag gewoon de sterkste. Ik ga morgen pas beseffen dat ik een mooie koers heb gewonnen. Maar dat zal mijzelf niks veranderen. Ik zal het hele seizoen... voor Johan en voor de ploeg blijven rijden, dat zal voor mij. Ik zal er niks aan veranderen.
kilometer van de aankomst breekt de wedstrijd open. Schmil schudt heftig aan het al uitgedunde peloton. En dat in de achtervolging op twee renners die 2 minuten voorop rijden. De eerste luitenant van Museo Carlo Bomans en de vrij onbekende Italiaan Massimo Strazer. Voorbij de top van de Patersberg gaat Lance Armstrong alleen op zoek naar de koplopers. Na een korte, maar felle achtervolging sluiten nog 8 renners aan. Ludwig, Museeuw, Van Petegem, Schmil, Baldato, Michaelsen, Hofman en Nelissen. Door die schermutselingen is het verschil met de 2 gedaald tot 1 minuut. Opvallend, Museeuw heeft geen enkele ploegmaat mee. Carlo was voorop. Ik moest gewoon alles kouteren en dat heb ik gedaan. Het was perfect dat Carlo voorop was. Ik moest gewoon proberen mee te gaan. En Bomans probeert op alle hindernissen de Italiaan kwijt te raken, maar Strazer kleeft aan zijn wiel. Toch vergroot de voorsprong nog tot 1.30, omdat de samenwerking in de achtervolging verre van goed is. Waardoor nog 1 renner kan terugkomen, de Rus Jekimov. Demareren dan maar Museeuw gaat ze allemaal halen, vooral Schmil. Ze hebben allemaal gedemareerd, maar ik heb op iedereen gesprongen. Op sommige meer dan op andere. Voor mij is het vrij moeilijk als Schmil gaat om niet mee te gaan. Olaf Ludwig laat hij wel rijden. In de aanloop naar de laatste helling, de Tiegenberg, rijdt Ludwig in 1 ademstoot naar de 2 leiders. Maar de Duitser is te diep gegaan. Tijdens de klim demareert Bomas en laat zijn medevluchters ter plaatse. De 11 anderen komen samen. In de laatste 15 kilometer, wind tegen, lijkt Bomas een vogel voor de kat. Maar het is ieder voor zich en Museeuw beantwoordt alle demarages. Peter van Petegem mag wel wegrijden, maar ook hij nadert geen millimeter op Bomans. Als je ziet, op 10 kilometer van het einde heeft hij toch bijna 1 minuut nog. Of toch een 45 seconden. En met de zonnewind tegen moet hij heel sterk zijn, want Bomans rijdt ook heel goed. Hè. Verrassend is dat Museeuw zelf demareert, 50 meter voorsprong neemt en zich dan weer laat inlopen. Ik wou gewoon nog eens, in functie van de Ronde van Vlaanderen, nog eens mee testen, ja. Carlo Bomans mag zijn eigen tempo rijden. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind de wedstrijd wint? Woensdag ronde hij de ploegtactiek niet af, maar vandaag is hij de glansrijke winnaar. Ik had tegen mijn vrouw gezegd, als ik niet een van deze wedstrijden win, kom ik niet naar huis. Dus zij heeft erop geantwoord, als je geen wint, mogen we nog niet meer winnen. Van Petegem is 2e, Nelissen 3e, Jekimov 4e en Ludwig wint de spurt van de overige achtervolgers voor Museeuw. Zeker geen kleine winnaar. Integendeel, na deze E3-prijs mag Van Dijk voortaan bij de betere elite-renners gerekend worden. Er is niet alleen de manier waarop hij na 206 zware kilometers de Italiaan Fornaciari vloert, er is vooral zijn imponerend vertoon in de heuvelzone. Hendrik Van Dijk wordt de naam om rekening mee te houden. Ik ben net 23 geworden. Ik kom nu pas kijken, maar ik ben al derdejaars prof. Ik heb al 2 jaar bij onze ploeg mogen leren. Nu ben ik voor de eerste keer kunnen doorbreken. En ik hoop dat ik de komende klassiekers nog veel werk voor mijn ploegmanotten zal kunnen doen. De kop van een filmster, het zelfvertrouwen van een oude rot en de leeftijd van een belofte. Dat is Hendrik van Dijk. Hij en niemand anders heeft vandaag het koersverloop bepaald. Na de Patersberg op 50 kilometer van de aankomst rijdt hij met de Nederlander Van Bon en Wilfried Peters weg uit een kopgroep van 9. Even verder op de oude Kwaremond doet Van Dijk zijn gezellen alle kleuren van de regenboog zien. Van Dijk, ex-Belgisch kampioen bij de Nieuwelingen, deelt op alle hellingen mokerslagen uit. Hij ging op de Kwaremond ook al fors door en we waren 20 meter achter. En ik Van Bon hebben echt een paar kilometer moeten rijden om die 20 meter goed te maken. En dan beseft Peters dat deze Van Dijk op de volgende helling de Kluisberg weer zal toeslaan. Nog voor de kluis zijn ondertussen Holm, Fornaciari, Vijs en Gaumont teruggekomen. Peters anticipeert. Hij wil een aanval van Van Dijk opvangen en gaat dus zelf. De Italiaan Fornaciari volgt, maar geniet dan van de machtsontplooiing van Hendrik van Dijk. Hij riposteert, de anderen passen. Peters, Van Bon, Holm, ze komen tekort.
Alleen de schier onbekende Italiaan Paolo Fornaciari kan straffen Hendrik Dijbenen. Fornaciari die profiteert van de afwezigheid van kopman Cipollini. Op 20 kilometer van de streep is de enige vraag nog, is deze Van Dijk niet overmoedig en komt hij in de finale zichzelf niet tegen? Ik heb gedacht in het begin, ja, ongelooflijk slim was hem niet, maar die was ongelooflijk sterk, hè? Dus hij heeft gewonnen, hè. Derde grote confrontatie op eigen bodem en derde nederlaag voor Mapei. Ook Peters moet in de zware slotkilometers het hoofd buigen. Een pechperiode trouwens voor Mapei. Na Museeuw valt ook Steels, gelukkig zonder erg. Het zal TVM een zorg wezen. Van Petegem in het Volk, Van Dijk in Havelbeke, wat wordt dat in de Ronde van Vlaanderen? Van Dijk's derde seizoenszege is voorlopig zijn mooiste. Hij won eerder al een rit in de Ronde van Mallorca en een koers in Nokere. Zijn derde profjaar mag er nu al zijn. Ja, ik heb toch 2 jaar echt afgezien. Soms dat ik nu nog wel afzie. Maar ik weet dat ik met de beste momenteel mee kan. Ik ben echt in topvorm momenteel en ik hoop dat ik zo nog een goede maand kan blijven rijden. Dat is voor mij de echte klassiekers voorbij, maar de Ronde van Frankrijk is voor mij momenteel nog niet weggelegd. Ik ben daar te jong voor. Dus ik heb me echt voorbereid een ganse winter op deze maand die nu komt. Hendrik Van Dijk dus dik verdient. Winnaar voor Fornaciari. Holm is derde voor Van Bon, Vijs en Peters. Van Bon en Van Petegem zijn de andere Belgen in de top 10. Museeuw in de aanval op meer dan 60 kilometer van de aankomst. Museeuw maakt al snel duidelijk dat hij vandaag erg sterk is. Den Bakker en Serpellini zijn mee in de aanval. Het drietal wordt bijgehaald op de Paterberg en meteen komen de betere naar voren. Het is wel nog meer dan 40 kilometer tot de aankomst. Op de Kluisberg een sterke Bartoli, maar ook Schmil met de grote versnelling en Museeuw zijn in de buurt. De tenoren die we verwachten in de Ronde van Vlaanderen. Sì, sicuramente questo è un piccolo Fiandre, quindi è una buona corsa, sono contento che la gamba va subito bene dopo alcuni problemi che ho avuto, ma sono contento. Mapei blijft de wedstrijd domineren. Wilfried Peters valt aan op de varend op iets meer dan 20 kilometer, maar het peloton laat niet begaan. Vooral Ludo Dirksens verzet bergenwerk voor zijn kopman Schmil. Nog een kleine 15 kilometer, de demarages houden niet meer op. Museeuw probeert het en dat wordt de goede ontsnapping. Schmil moet passen. Wel nog 4 andere renners kunnen aanpikken. De Italianen Celestino en Bartoli, de Nederlander Knave en de ijzersterke Ludo Dirksens. Met die 5 gaan we naar de aankomst en in de spurt is Museeuw duidelijk de beste voor Bartoli en Celestino. Museeuw die een schitterende wedstrijd ook nog afwerkt. Voor mij was het laatste test in de vooruitzicht van de Ronde van Vlaanderen. En die test is vrij positief, want ik heb vandaag gewonnen. Dat is mijn eerste overwinning. En als je kunt winnen in Adelbeke, die E3-prijs, het is toch een semi-klassieker. En als het dan tegenvalt in de klassieker, dan heb je toch dat. Voor de Kapelberg op minder dan 60 kilometer van de finish rijdt Michele Bartoli op kop samen met Pertits. Zij zijn even ontsnapt uit de kopgroep van 31 renners die overblijft in de finale van de E3-prijs. Daarbij zowat alle favorieten, alleen Joop Plankaert is er niet bij. Op de Quaremont schudt Frank van den Broeke aan de boom. VDB kan niet stilzitten en vertrekt voor een korte solo. De reactie komt er van André Schmil, Peter van Petegem en Michele Bartoli. Op de top van de Quaremont heeft Van den Broeke 6 seconden. Een voorsprong waarmee hij een paar kilometer rondrijdt. Oh, figa! Vaffanculo, vai! Oh! Bartoli maakt zich intussen nogal boos. Oh. VDB zou vooraan uit de wind gezet worden door een motor. Maar Van den Broeke laat zich inlopen door Bartoli en co. We krijgen 4 koplopers. Schmil, Van Petegem, Bartoli en Van den Broeke. Het kwartet loopt vrij snel een kleine minuut uit op de eerste achtervolgers.
Maar onder impuls van Ludo Dirkses en het verslag Rabobank wordt dat een kleine 20 seconden in de laatste 5 kilometer. Net voor het ingaan van de laatste kilometer zetten de vier zich recht om het verschil op te meten. Voor Van den Broeke het sein om te demareren. Bartoli rijdt het gat dicht. Van Petegem volgt comfortabel in zijn wiel. In de spurt wint Van Petegem makkelijk zijn eerste koers dit seizoen voor Schmil, Van den Broeke en Bartoli. Kijk, dan kun je het niet wegsteken als je goed zit. Je kunt daar al bij gewinnen, dan moet je meenemen. Ik denk dat Michel dat ook gedaan heeft. En, ik hoop volgende week dezelfde benen te hebben en dan zullen we heel dicht eindigen. Tom Steels regelt de groepspurt voor de vijfde plaats. En nog dit tenslotte, Frank Van den Broeke is voortaan een echte rode rakker. Aan de start in Harelbeke. Zijn hele voorjaar lijkt nu zelfs op de helling te staan. Is que les classiques wallons sont encore possibles? Vous savez, pour l'instant, il est très difficile de se prononcer avant d'avoir des résultats précis sur les examens médicaux. Donc, pour l'instant, c'est des suppositions, mais rien n'est défini, rien n'est sûr. Deze vijf, en dat zijn Mondini, Guédon, Chavrat, Clear en Van Heeswijk, zijn de laatste overblijvers van een lange vlucht. Ze zijn dan al meer dan 100 kilometer voorop. In de achtervolging toont Chris Peers zich op de oude Kwaremond. Zonder Van den Broeke moet hij het zelf waarmaken. En Peers maakt slachtoffers. Want op die oude Kwaremond moet Tom Steels onverbiddelijk uit de wielen. Hij zal niet meer terugkeren. Op de kasseien van Kaster is het Van Petegem die het tempo aangeeft. Een hoog tempo. Van Dijk en Schmil zijn in de buurt. Die forse tempoversnellingen betekenen het einde voor de kopgroep van vijf. 11 achtervolgers sluiten aan. Farmfriets, het team van Peter Van Petegem, is daarin het best vertegenwoordigd. En Van Petegem lijkt te spelen met de tegenstand. Maar spelen, ik heb vandaag ook niet redelijk in de zetel gezeten. Dus de mannen van Koffie die hebben serieus moeten rijden. En de Schmil die toch ook een paar keer moet om terug te keren. En ik zat al te gemakkelijk. Op 14 kilometer van de aankomst valt de Rus Ivanov aan. Ook hij rijdt voor het team van Van Petegem. Chris Peers reageert. Hij krijgt Geert van Bond mee als waakhond. Farmfriets domineert. Ivanov wint de E3-prijs. En Geert van Bond maakt het succes van de ploeg compleet. Hij spurt net iets sneller dan Peers en wordt tweede. Ja, Sergej is zijn eerste jaar dat hij de koersen hier doet. En Peter had hem dat gezegd, dat hij hier moest deelnemen aan deze wedstrijden. En Sergej was er niet echt speciaal voor te vinden. Maar kijk, nu wint hij wel een heel belangrijke overwinning. En voor ons is hij in de ploeg heel belangrijk.